Nou, het is hier wel druk. Maar niet te druk, denk ik zelf. Ik kan me voorstellen als je hier woont, dat je, als het weer zo is, dat je zegt, dan komt de drukte weer aan. En dat je daar best van baalt. Aan de andere kant, ja, je zit gewoon in een mooi gebied en je weet gewoon dat het dat mensen aantrekt. Voor Zuid-Limburg is het duidelijk, we hebben toerisme nodig. Maar we hebben wel de goede toeristen nodig. En dat zijn dan met name kwaliteitstoeristen die hier komen vanwege het mooie landschap. Die komen voor de kernwaarden, die ook respect hebben voor het landschap. Die ervan willen genieten, maar die ook respect hebben voor het feit dat hier bewoners wonen en die hun rust willen hebben. En die rust wordt met name op mooie zonnige weekenddagen verstoord door ronkende motoren en wielrenners. Het zogenaamde funverkeer. Dat zijn weggebruikers die komen en die komen vanwege de lol van het rijden en vanwege de sport. Die groep schijnt de grootste overlast te brengen. Aan de andere kant levert die groep economisch gezien het minste op. Er zijn onderzoeken waar blijkt dat bijvoorbeeld de motoren maar 0,77% van de toeristische omzet bijdragen. Ja, dan moet je je afvragen. Eén motor kan voor honderden, voor duizenden inwoners in een weekend zeg maar de levenskwaliteit aantasten, terwijl die niks in het laadje brengt. Nou, dan moet je je afvragen of je die groep wil hebben. De motorrijders een beetje rustiger door de bochten gaan. Dat is dat er geen overlast. Ik ring altijd graag op vertier. Hè, ja. Heb je hier veel last van ronkende motoren? Nou, in het weekend, in het seizoen, kan dat wel zo zijn. Hè? Dus dat, maar dat zijn uitzonderlijke topdagen, zullen we maar zeggen. Terpstra heeft een horecazaak in het midden van Veilen en ziet geen probleem in het funverkeer. Ja, eigenlijk willen we alles wel. Hè? Funtoeristen, toerisme of mensen die blijven, willen ze allemaal, want het is ons brood. Een kopje koffie is een kopje koffie. Zo is dat, hè? Met een stukje fly of ze blijven tapas eten of wat anders. Maar het zijn wel mensen die betalen. Toch wil Visit Zuid-Limburg en de stichting Verkeersleefbaarheid Heuvelland af van het funverkeer. En vol gaan voor de zogenaamde kwaliteitstoerist. Die geen overlast veroorzaakt, maar juist bijdraagt aan de lokale leefbaarheid. Zoals deze wielrensters. We gaan wel bewust even zitten bij de ondernemers hier. We gaan niet naar de supermarkt om daar een colaatje te halen, maar even hier een praatje maken. We vinden het leuk om te kijken waar mensen vandaan komen. De zogenaamde kwaliteitstoerist dus. En om op deze vorm van toerisme meer te kunnen focussen, is het van belang om het funverkeer te weren. En daar is nog veel werk aan. Je gaat enerzijds top-down ga je proberen bijvoorbeeld lawaaiverkeer uit de regio te weren. Simpel voorbeeld, bijvoorbeeld in de weekenden komt geen lawaaiverkeer meer binnen dat boven de 70 dB produceert. Aan de andere kant kun je ook van onderop, het is bottom-up, kun je initiatieven nemen om bepaalde gebieden overlastgevend verkeer vrij te maken. Nou ja, als wegen worden afgesloten merken we dat natuurlijk en dat hebben we liever niet. Hè? Maar ik begrijp wel dat een maatregel zou kunnen zijn. Maar liever hebben we dat niet. En de vraag is ook of daarmee het massatoerisme in Zuid-Limburg afneemt. Als daar al sprake van is. Nou, ik denk dat het vreselijk meevalt. In ieder geval, er hoeft nog geen toegangsprijs betaald te worden. Net zoals in Venetië.